Oh my god, jongens, ik schrok me echt kapot. Ik wou even mijn handen wassen en want ik had allemaal handen onder een groen zitten. En ik zie dit. Super leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Mit. Hier al, ik ben net wakker. We gaan vandaag weer lekker naar mijn zus toe. Weet je wat altijd wel een beetje ding is, dames en heren? Altijd als mijn vlog begin. Het valt me laatst heel op, dan begin ik eigenlijk altijd eerst over het weer. Want het is een beetje grijzer buiten. Warm, maar vind je het gek, weet je, het najaar komt eraan. Nou ja, boeien. Hoe dan ook, we gaan vandaag weer lekker naar mijn zus toe dus. En dan gaan we eens even kijken, want ik heb als goed is nog mokkataart. Want zij is natuurlijk jarig geweest, dus ik heb nog mokkataart gegroet. Eerst maar eens even naar mijn zus. Let's go. Ja! Hier ben ik hoor. Wat? Oh my god. Nou, zoals ik je al gezegd had, ik kreeg dus een... Wat doe jij? Ja, die leg op de grond. Ga er niet op eten. Ik heb dus inderdaad een mokkataart omdat ze jarig is geweest. Zie je dat? Een mokkataart. Nou, die gaat er denk ik wel in. We gaan ze even proberen. En dan maar eens even de 4,5 meter af is. Smaakt goed hoor. Oké, we hebben hier nou een spelletje. Ik dacht, misschien is het wel leuk om geen ja en geen nee te doen. Aangezien ik wel goed in spelletjes ben. Oké, eens even kijken. Zo, nou, gaan we geen ja en geen nee doen. We gaan gewoon, normaal gesproken dan zit er namelijk zo'n zandlopertje bij. Maar we gaan het gewoon een keer zonder zandlopertje doen. Oké, je hebt een pakje kaarten. En wie dan het eerste ja en nee zegt, is af. En we doen het 3 rondes. Oké, daar gaan we. Kun je lid lezen? Misschien. Weet je wel wat dat is? Nooit van gehoord. Oké, zullen we het even testen dan? Dat mag. Dan zeg ik iets terwijl jij je oren dicht houdt. Goed? Oké. Oké, vingers in je oren. Ja? Zeg je? Wat zeg ik nu? Oké, dit is een hele stomme. Je zit maar eens weg. En je mag vragen. De beste voetballer van de wereld is Ricardo, toch? Geen idee. Ik heb het over Cristiano. Ricardo en jij ook. Vraagteken. Hij komt toch uit Spanje? Dat weet ik niet, dat ik kijk geen voetbal. Of was het Portugal? Maar Messi? Je moet als een vraag stellen, maar je moet niet voorlezen. Maar ken je dat? Het is heel moeilijke vragen. Stel je voor, je wint 1 miljoen euro. Krijg je dan ook wat? Zeker. Echt waar? Zeker. En zou je iets aan het goede doel geven? Nou, ik zal niet weten. Ik zou niet weten wat ze daarmee moeten. De helft of zo? Dan zeker. Dat is niet veel, hè? Nou, ik zou het niet weten. Zou het geld dan op de bank zetten? Dat denk ik beter. Alles? Ik denk niet alles. Je koopt dan ook vast wel iets leuks voor jezelf, hè? Zeker. Ik geef dan ook wel een feestje? Altijd. Ben ik dan uitgenodigd? Tuurlijk. Je bent toch mijn broer? Gaat wel goed. Ik had niet verwacht dat je zo snel... Weet je wat een schakeldag is? Geen idee. Dat is toch één extra gelddag. Pardon? Van het jaar. Eén extra dag van het jaar. Oh my god, ik verstond dat je dat is toch een extra geile dag in het jaar. Nee. Ja, dat wil ik niet zeggen, ja. Schakeldag, dat is toch één dag in het jaar? Weet niet. Dat was misschien kun je weer gewoon zelf je vraag stellen, want dan lees je echt alsof je in de computer bent. Zit je op Facebook? Nee. Lang was ik. Hallo, ik heb nee gezegd. Oh, wauw, ik heb niet op. Oké, dan is Miranda al af. Damn! Kun je een beetje dictee spellen? Hoe? Kun jij dictee? Van gehoord. Kun je een beetje spellen? Nooit gedaan. Dan gaan we een dictee doen, oké? Okay? Ben je klaar voor? Nee. Af. Oké. Oké, omdat het een snelle ronde was, kreeg je nog 1 kans. Daar, 3 rondes. Het is wel goed voor jou. Je gaat vast wel eens naar de film. Altijd, ik zeker. Altijd, mag ik je wat uitleggen of zo? Nee. Elke week of zo? Misschien, nee, niet altijd. Oh, niet zo vaak dus? Nooit zo vaak. Maar je zei toch van wel? Ik zei helemaal niks. Heb je wel eens een 3D-film gezien? Zeker. Dan moet je toch een bril opzetten? Zeker. Ik heb het niet over een gewone bril, hè? Dat weet ik. Ik bedoel zo'n 3D-bril, weet je wel? Nou, die heb ik wel vaker opgehad. Heb jij eigenlijk een bril? Zeker. Ik bedoel gewoon hè, geen wc-bril. Zeker heb ik gewoon een bril. Nou, deze is klaar. Oh, deze is ook mooi voor jou.
zingen onder de douche. Douche je regelmatig? Altijd. Je bent wel fris dus. Zeker. Zing jij ook onder de douche? Altijd. Meen je dat nou? Meen ik serieus? Volgens mij kun je helemaal niet zingen. Zeker. Als ik mijn YouTube opzet, dan zing ik. Doe je nou ja of bedoel je nee? Zeker. Ik zing altijd als ik douche. Of als ik mijn haren was. Zing dan eens, er is er eenjarig. Er is er eenjarig, hoera, hoera. Hoorde ik nou een ja? Zeker niet. Je zei toch jarig? Nou, dat wil niet zeggen dat ik dat zeg. Wil je zeggen dat ik lieg? Zeker. Deze wil je aan volgen, de derde ronde. Smak jij tijdens het eten? Nooit. Eet je ook nooit met je mond open? Nooit. Nooit gedaan. Je bedoelt dus van niet? Zeker niet. Maak je dan helemaal nooit smakgeluidjes? Nou, misschien als mijn familie dat merkt. Je bedoelt dus van wel? Zeker niet. We gaan het eens even hebben over Hollywood, oké? Oh god. Oké, Hollywood? Nee, Hollywood. Nou, kom maar op met die vraag. Weet je waar het ligt? In Duitsland, ergens. Duitsland? Nee, in Amerika. Ja, maar welke staat? Was het niet Californië? Dat zou best kunnen. In Hollywood worden toch films gemaakt? Zeker. Ken je ook die berg met die Hollywood letters? Daar weet ik zeker van niet. Jo, ik ben zeggen. Ben je er eigenlijk al geweest? Nog nooit. Nooit? Nog nooit geweest. Zou je er een keer heen willen? Zeker zou ik dat leuk vinden. En ontdekt worden als acteur? Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Bijt je nagels? Nooit gedaan. Ben je niet gestrest? Zeker niet. Eet je ze dan ook op? Ik heb het nooit gegeten. Maar als je het eet, krijg je wormen. Dat is best goor toch? Zeker. Weet je dat er mensen zijn die tegen nagels bijten? Zeker. Doe je dat? Nooit. Echt niet? Nooit. Dat is pas echt vies, of niet? Zeker. Dat is heel smerig. Wil je dan nu even mijn teennagel afbijten, alsjeblieft? Nou, dat zou ik maar niet doen. Waarom staat dat hier? Gadverdamme. In Nederland hebben we zomertijd, hè? Zeker. En wintertijd? Zeker. In de winter gaat de klok een uur vooruit, toch? Ja. Of was het nou achteruit? Hallo, ik heb ja gezegd. Oh, ik zelfs... Oké, ja, ik denk gewoon weer niet op. Nou goed, dat was het dan. Spelletje ja en nee. Het duurde weer lekker lang, maar... Ach ja, weet je, dat is lekker een beetje tijd verdrijven zo. Nou. Heb je geen twister? Ja, allemaal hoela. Ik heb van de week morgen geen muziek al gehad. Maar dat geeft niet. Spierpijn gaan zo, nee, ik vind het wel mooi geweest. We kunnen nog wel spierpijn voor krijgen. Zo zie je maar, ik ben op zich altijd wel goed gebleven in geen ja, geen nee. Ja, ja, ik zeg nu maar, je snapt wat ik bedoel. Kijk jongens, Milan is een naapen geworden. Tegenwoordig doet ze alles naast. Toen gebruik ik zelfs champignonregoe. Nee hoor. Terwijl ik dat ook gebruik. Champignonregoe. En ondertussen heeft ze de oranje de kakkelakken aangezet. Hartstikke leuk, Miran, dat je er kijkt. Nee. Nice. Ja, laten we maar weer eventjes Miranda's champignonregoe gaan eten. Is er een champignonregoe? Jawel. Niet. Oh my god, jongens, ik schrok me echt kapot. Ik wou even mijn handen wassen en dan had ik allemaal handen onder een ragout zitten. En ik zie dit. Ik dacht letterlijk dat het een zakje condooms was. Oh my god. Weet je... Ja! Nou ja, geef toe. Het ziet er niet uit, maar op het eerste gezicht, als je dat zou zien, dan zou je echt denken dat er een zakje condooms op de aarde ligt. En dan hoef ik niet allemaal de details te weten, maar dit is een klein beetje vreemd, dat wel. Ik wil even cola pakken, maar ik denk, wat is dat nou? Is nou een zakje condooms, maar dat zou het hele raar condooms zijn, maar ik moet hier in mond stoppen, dus dat wordt een beetje vies, denk ik. Dit verhaal wordt een beetje awkward, dus stop hier gewoon lekker mee. Gadverdamme. Oh mijn god, mensen, zie je dat? Die auto die is van Nightrider. Voor degene die Nightrider niet kent, dat is deze auto. Met die lampjes die tussen heen en weer gaan. Geniaal, die serie keek ik vroeger. Kijk, het is precies dezelfde auto. Die serie keek ik vroeger zo vaak. Maar ja, tegenwoordig krijgt iedereen natuurlijk altijd zijn series lekker op Netflix. Of Videoland. En wat doe je als je zus vervelend is? Dan zet je gewoon even buiten neer. Oh. Ze komt er niet in, want de bank staat ervoor. Oh. Zo, wat een heerlijke rust, zeg. Jeetje. Zo, dames en heren, ik ben weer thuis. En jeetje, ik heb al wat foto's gezien, hoor. Binnenkort gaan we natuurlijk naar de Halloween Fright Night in Walibi Holland. En ik heb al foto's gezien. Ik ga jullie nog niet laten zien in deze vlog, want ik hou het allemaal nog even een lekker verrassing. Maar ik kan jullie vertellen dat wordt best heftig. En voor de duidelijkheid, ik heb dit dus nog nooit gedaan. Ik ben nog nooit naar een... ja, natuurlijk, ik ben al een paar jaar geleden, heb je ook in de vlog toe kunnen zien, naar Movie Park geweest, was Halloween in Duitsland. Maar
Dat was nog niet zo eng als in Walibi schijnt. Ik heb van heel veel mensen ook een beetje onderzoek gedaan van wat is het een beetje eng of wat moet ik ervan verwachten. Nou, en eigenlijk het enige antwoord wat ik kreeg was heftig. Dus dat wordt nog wat. En niet alleen dat, want er komt nog wat aan, kan ik jullie zeggen. Ik heb al gezegd, Halloween dit jaar ga ik er groots uitpakken. Dus er komt van alles aan. Het wordt echt een lekkere Halloween maand op mijn kanaal. Mitty, daar heb ik echt veel zin in. Ik heb echt heel leuke ideeën. Daarvoor ook die lamp die ik laatst niet zien ben op in de vlog. Dus nee, er komt echt, geloof mij jongens, er komen echt superleuke dingen aan. Ik heb er echt veel zin in. En aan de andere kant schijt ik hem ook alweer dood als ik zo even na te denken. Als ik binnenkort naar Walibi ga en dan... We gaan het zien. We gaan het gewoon meemaken. Zo dames en heren, ik heb ook even lekker een pizzaatje gegeten, dat was super lekker. En nou ga ik even lekker onder de douche en dan lekker slapen. Het is weer een bijzonder dagje geweest, maar ik heb veel gedaan uiteraard, maar niet te veel in de vlog, want het was alleen maar opruimen en gewoon een beetje wat dingetjes doen op de computer en nog even een stukje film gekeken. En dat was het al. Maar goed, voor nu in ieder geval ook weer bedankt voor het kijken. Ik heb hier alweer een beetje van genoten gezegd. Vergeet als ik weet dan niet op het blauw duimpje omhoog doen. Abonneer op mijn kanaal, je bent iets nog niet aan het gedaan. Check jullie morgen om 5 uur weer gewoon weer een nieuwe vlog. En dan zeg ik, zoals altijd, en ook vandaag. Morgen gaan we denk ik trouwens de Halloween speeltje ophalen. Dus bedankt voor het kijken en ik check jullie heel graag morgen om 5 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, blijf positief. Dat is heel belangrijk. Helemaal in het leven. En peace!